Welkom iedereen, welkom bij weer een ander ingrediëntje. We zijn weer bij Better in Basics. Vandaag laten we het onderdeel op de grond zien en we maken weer een combinatie van twee ingrediënten. Het eerste ingrediëntje zijn voethaken. Bijna te makkelijk voor woorden, maar als je het vergeet kan het een beeld van verschil betekenen. Daarna doen we de beenhaken en maken we een combinatie. We doen een hele kleine workout, niet zwaar, om te laten zien hoe deze technieken bijna altijd in combinatie voorkomen. Oké, we gaan beginnen met de voethaken. Ik ga zitten in kontzit. Ik hou mijn elleboog bij mijn lijf en even, zet eerst mijn benen even naar voren. Dit is een voethaak. Zo simpel is het. Die kan je ook staand gebruiken met bepaalde veegtechnieken uit karate en het judo. Maar we oefenen vandaag even specifiek op de grond. Oké, dit is de voethaak. Die gaan we 10 keer doen. En als je denkt, nou dat is te makkelijk, leun iets naar achteren, benen omhoog. 10 keer een voethaak. Als ik tel, trek je je tenen naar je toe. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Het ingrediëntje voethaak. Een kleintje, maar op deze manier wordt het al een aardige workout. Oké, beenhaak. We trekken de benen in. Dat is op deze manier. Kan ook om en om. Het gaat me erom dat je een haak maakt. Eventjes gaan staan om te laten zien. Die voethaak kan bijvoorbeeld in een karate situatie. Stel ik sta hier, plaats mijn voethaak erachter, trek je benen op en ga bijvoorbeeld door naar Gyokatsuki of een tegengestelde stoot. Ook in het judo kan je voorstellen dat ik iemand vast heb, dat ik kan zeggen hier haak ik zijn voet 1. Maar bijvoorbeeld als ik daarna doorga en ik haak hier haak om zijn been heen, daar, ik laat me vallen, heb ik een beenhaak. Dus een beenhaak komt zowel staand als op een grondsituatie terug. Nu de combinatie. In onze gym doen we de beenhaakverwerking. Vaak vinden we hem terug als Sankaku of Triangle Choke. Maar we beginnen eerst met de beenhaken. Oké. Beenhaken te oefenen. We gaan ze alleen maar intrekken. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, als je hem gaat gebruiken om technieken te analyseren, weet dan dat hij soms wordt gebruikt. Als ik hem naar binnen veeg als een beenhaak, weer naar een kleermaker zit. Dus soms herken je dat een beenhaak naar buiten gaat, ergens omheen. In ieder geval spreken we van een beenhaak. Als combinatie doe ik hem even zijwaarts. Makkelijke versie. Ik ga liggen. En wat ik eigenlijk doe is een beenhaak. Let op. Dan gooi ik een beenhaak omheen. Hier krijgen we die triangle choke. Wat ik nu wil, is dat ik op het moment dat ik ga aanzetten, mijn voethaken ook aanzet. Zo krijg ik meer power, meer controle op die beenhaakverwerking. Oké, oefenen we. 3 keer elke kant. Doe hem met me mee. 1, we leggen hem erop. Meteen een oefening. Door hem heen. Voethaken aan. En terug naar ruglig. Beenhaak. Beenhaak eromheen. Zet aan en hier meteen die voethaken. En terug. Doe wat vloeiender. 1, 2 en klaar. Ook de andere kant. Niet doorvertellen, zoek maar naar de 10 verschillen. Ik schijn een flexibelere kant te hebben. Oké. 1. Beenhaak eromheen. Voethaken. Zet aan. Oké. 1. Beenhaak eromheen. Voethaken. Laatste keer. Beenhaak. Beenhaak eromheen. En zet aan. Oké. Jij leek me uitgedaagd. Hele kleine workout. Hoort eigenlijk bij Be It Fit. Maar gewoon leuk om eventjes te doen. Jelle. Tel jij tot 10? Ja. Oké, go. Komt ie aan. 1. En zet aan. 2. En zet aan. 3. En zet aan. 4. In je knieholte zet aan. 5. In je knieholte zet aan. 6. Oké, zet aan. 7. Knieholte zet aan. 8. Knieholte en zet aan. 9. En zet aan de laatste. 10. In je knieholte zet aan. En uit. Oké, mensen. Dit was een combinatie van 2 ingrediënten. Ingrediënt voethaak en beenhaak. En again, het zijn de fundamentals van bewegen. We zien ze terug in karate, in judo, in jiu-jitsu, in grappling. Veel plezier ermee. En again, ga op onderzoek uit en kijk of je deze ingrediënten herkent in verschillende sporten. Enjoy!